Ze doen ontzettend hun best om de deurklink niet aan te raken, maar hadden de bewakingscamera's waarschijnlijk over het hoofd gezien. Wij zijn op zoek naar deze drie verdachten van een poging woninginbraak. Herken jij ze? Maandagavond 8 oktober hoort de bewoonster van een flatwoning aan de Dijkmanshuizenstraat gerommel aan haar voordeur. Ze vertrouwt het niet en bonkt een paar keer hard van binnen op de deur. Vervolgens hoort ze iemand wegrennen. Later blijkt dat drie mannen hebben geprobeerd het sleutelgat te forceren. En deze drie worden daarvan verdacht. We zien ze binnenkomen via de centrale toegangsdeur rond 7:15. Daarna bezig bij de voordeur en vervolgens vluchten via de parkeergarage. Het gaat om mannen met een lichte tot licht getinte huidskleur en een normaal postuur. Twee dragen een legergroene jas, de ander een donkere. Alle drie dragen ze een donkere broek en gympen. Weet jij wie deze drie mannen zijn? Meld dat dan bij ons.